Vandaag. Vandaag. Matte taarten. We kunnen matte taarten eten terwijl de renners over de muur van Gerensbergen denken. De vespen en het moeilijke parcours. Het zal uh, niet zo makkelijk zijn voor de renners, denk ik. Nou ja, die die veste is al pittig. Uh, maar daarna hebben ze nog de muur van Gerensbergen. De muur van Gerensbergen is natuurlijk de, de bekende klim in de, uit de Ronde van Vlaanderen. Hè? Met de kasseistenen, met, met, met het parcours die, die eigenlijk uh, toch een beetje aan de Ronde van Vlaanderen doet denken. En dan ga je natuurlijk denken, wie? Het zijn geen twee Ronde van Vlaanderen winnaars die, die, die van voor staan in het klassement. Dat, dat maakt het ook zo mooi. Het is nog altijd een beetje het afwachtende, wie gaat er de beste zijn op de muur? Gaat het team Wellens zijn voor het eindklassement of gaat het uh, Tom Dumoulin zijn? En dan hebben we nog Van Avermaet, specialist. We hebben nog een Oliver Nazens. we hebben Peter Sagan die boos is na zijn, na, zijn, uh, uitsluit, ali, na zijn lekrijden van gisteren. Sep van Marken? Die is natuurlijk wel een van de specialisten van de, van de Ronde van Vlaanderen. En eh, ik denk dat in zijn, nou ja, zijn, zijn omgeving, zijn muur van Gerensbergen. daar kan hij ook wel eh, iets laten zien, nog toch? Het leuke is, er zijn, nog, er zijn maar een paar winnaars geweest. Zijn handweek hier. En we hebben dan. Ik bedoel, er zijn nog. Veel renners die nog niks gewonnen hebben in, in, in deze, deze ronde. En dan noem je daar de juiste mannen: Sep van Mark en zo. Er gaat gekoerst worden voor die overwinning. Voor die etappe-overwinning. En ondertussen moet dat klassement ook beslecht worden. En het klassement: het is niet zo dat ze met uh, een halve minuut voor, voorop staan. Hé. Vier seconden. Zelfs de bonificatie speelt mee. Ja, en wat mij ook zo, zo, uh, zo gaaf lijkt. is dat er een strijd ontstaat daarachter. die zo, zo groot uitbrandt, zeg maar. Als dat dat uh, uh, Tim en Tom. Uh, die vier seconden uit elkaar zetten, dat ze misschien alle twee uh, uh, ja, in, op achterstand komen te staan. Dat kan natuurlijk ook. Het gaat gebeuren is ze gaan op achterstand gereden worden. en Het gaat twee koersen zijn dat gaat voor de etappe gereden worden. Want ik denk niet dat Dumoulin morgen uh, naar, naar de, de meter gaat, maar het team wel eens voor de eerste plaats. Want die tien seconden zijn heel belangrijk. Die seconden moeten weg, dus er gaan wij gaan twee koersen krijgen. Dus uh, voor het klassement en ook voor de etappe. Dus een vroege groep weg, die, die zou misschien kunnen gaan strijden voor die overwinning van de etappe. En daarachter gaat die strijd ontbranden om, tussen Tim en Tom voor die vier seconden. En om die ergens daar nog ja, tussendoor te, te pakken. Dat is waarschijnlijk hoe het gaat zijn. Maarten, we gaan een heel mooie wedstrijd krijgen vandaag in Grasbergen. Het parcours is er, de renners zijn er, ze zijn gemotiveerd en we hebben een, een spannende eindstand tegemoet. Dus het zal heel mooi worden. Nou, en we, volgens mij hebben we twee gemotiveerde ambassadeurs. die de laatste dag van de Bing Bang Tour meemaken. die alle twee ook iets hebben met de Ronde van Vlaanderen. We gaan genieten, denk ik. Ja. Tot vandaag. Een goede mattetaart, een goede tas koffie, een goed biertje en laten mannen maar rijden. Oké? Okay? Heel goed idee. Wij hebben dat verdiend. Ja, zeker weten. <laughs>